Yo kijkers van Maxus Pathfinder, ik ben Mark. We zijn vandaag weer samen met Stuart op de Minecraft Survival. Yo. We gaan vandaag even een dag in de mine bezig, want we moeten heel wat resources verzamelen. Want ik ben sowieso van plan om misschien nog een keer een kasteel te gaan bouwen. En ik weet niet waar Stuart helemaal heen gaat, maar ik ga gewoon even heel wat cobblestone jagen hier. Oh, wil je dat gat in? Ja, ja precies, ja. Dat kan ook. Dat was wel van plan. Ik dacht, ik ga naar de Diamond Devil. Ik denk dat het ook een Enderman hier is geweest. Check dan. Ja, inderdaad. Nee, maar ja, we moeten even gewoon een... Oh, wacht. De andere hebben... Shit. We moeten gewoon even wat tijd... Ja... gebruiken, want... als we nou een kasteel willen gaan bouwen, hebben we natuurlijk helemaal cobblestone en steen nodig. Kunnen we dit weer smelten, want dat lijkt me nog wel leuk. Oké, okay, maak eerst gewoon even een paar van de cobblestone pickaxes op die ik nog heb. Eentje van deze. Oeh, maar eigenlijk moeten we dan een pickaxe gebruiken met Silk Touch. Eigenlijk wel, hè. Ik ben wel bijna level 30. Ik heb misschien al eentje, dat weet ik niet. Ik ga even boven in mijn kisten kijken. Even wat experience. Ik ga even naar de mob spawner, denk ik. Klein beetje experience farmen. Maar ik moet ook nog een keer een enchantment room in mijn huis voor elkaar zien te maken. Want dat heb ik ook nog steeds niet gedaan. Dat is ook nog even een ding. Oh, hier is ook nog heel wat spul in. Ik heb een diamond pickaxe met silk touch. Alleen zit er voor de rest niks op, dus hij is niet... Ja, geen efficiency of een breaking. Oh ja. Maar goed, het scheelt wel. Daarom. Nou, ik hoor gelijk al skeletons vallen naar beneden. Dat is mooi. En level 30, hoppakee. Dan heb ik mijn pickaxe nodig. En dan heb ik wat lapis lazuli nodig. Als het goed is, heb ik dat wel ergens. Even kijken waar. Oh, hier, wat lapis. Ah, alleen een breaking 3, dat zuigt. Nee, dat is niet zo chill. Nou ja, dus iets of niets. Ja, daarom. Ik heb in ieder geval silk touch, dat scheelt heel veel met smelten. Ja, dat sowieso. Hopelijk komen we beneden nog wat diamonds tegen ofzo. Ah, ik hoop het. Nou ja, we gaan het wel zien. Hier, pak jij mijn diamond dingen maar. Als jij die gebruikt, gebruik ik mijn efficiency 4. Of 5 is dit, zoals dit. Efficiency 5. Oké. En met die Fiogo stone, die van mij gaat gewoon heel snel. Ik vind het allemaal best, joh. We schroeven de productie een beetje omhoog. Het scheelt ons ook weer tijd. Ja. Moet op zijn minst... Ga eens naar beneden kijken. Oh, dat stukje halen we zeker wel deze aflevering. Dat sowieso. En misschien hebben we al gewoon resources voor jouw enchantment room. We hebben alleen wat boeken en leer nodig. Ja, dat sowieso wel. Maar als we natuurlijk een kasteel willen gaan bouwen, dan komt natuurlijk heel wat stenen te zitten. Ja. Maar ik heb natuurlijk al wel een plek waar ik dat wil gaan bouwen. Alleen dat gaat gewoon heel wat tijd kosten. Ja, dat sowieso. Gaat gewoon natuurlijk heel wat tijd kosten, dat is het enige. Ja, precies. Ik denk dat we daar wel meerdere afleveringen mee bezig zijn, als we daar beide mee bezig gaan. Ja, dan dat gaat echt lang duren. Maar ja, geen haast. Ik moet ook natuurlijk wel zeggen dat we deze hele serie al bijna een heel jaar doen, hè. Dat is ook al
Dat is echt wel lang, man. Want deze aflevering komt online ongeveer in november, halverwege november? Ja, eind november volgens mij. Eind november. Maar ik heb nog drie opnames, of drie video's hierna. Ja. En ja, we zitten nu aan het eind oktober. Ja. Dus ja, reken maar uit. Ja. Mop. We moeten nog wel een stukje. Ik heb mijn backpack niet. Waarom heb je je backpack niet? Ik weet niet. Op welke toets openen we die? Gewoon via, ik heb gewoon... Hier is toch, ja? En een rechtermuisknop. Ik ben hem kwijt, denk ik. Ik kreeg gewoon een nieuwe. Ja, ik toch niet zoveel werk. Nee. Oh hier, we komen hier bij Andersteen. Koper. En ik hoor ook ergens een cave in de buurt of zo, met wat zombies. Ja. Ja, helemaal prima. Ook zo'n gevoel alsof we echt boven de cave zitten. Al die stalagmieten, weet ik wel wat. Ja, want je kan ook gewoon naar de min gaan in principe. Sowieso. We zitten hier op laag 5. Ja, en in deze nieuwere Minecraft versie kan je gewoon naar min 100 of zo. Min 60, zoiets. Ja, ik weet niet, volgens mij... Ja, Zoiets in die richting. Heel veel koper. Ja, hier, ik heb Fortune 3 ook op deze zitten. Oh. Oh, dit was eigenlijk de pickaxe die ik alleen gebruikte voor de diamonds. Nou gebruik ik hem voor alles. Handig. Ja, het kost alleen veel levels om hem te repairen. Ik wou net 1 diamond erbij opdrukken, kost 32 levels. Jezus. Maar ja, een breaking 3, efficiency 5 en Fortune 3. Dus dat is ook niet zo gek. Eigenlijk moet je de bedding nog zien te krijgen. Ja. Ja, die village hebben wij trouwens gefixt, toch? Dacht ik. Ja, die hebben wij. Hier is de cave. Mooi. Laatste licht. Ja. Oh, gelijk wel die stalagmites van die hele lange die vallen naar beneden. Ja. Spike op je hoofd ineens loopt de creep onderdoor, fuck. Ja, het stikt hier wel van de zombies, moet ik zeggen. Oeh, dit hou ik wel ver weg, hier zit lapis. Dan maak ik even een klein ommetje. Hij is er ook zo te zien. God, gaat veel te snel. Maar dat gaat echt snel. Maar ja, we hebben natuurlijk een kist boven zitten voor spul wat we echt niet nodig hebben. Nou, dan kunnen we straks alweer beginnen aan een nieuwe. Ja, nieuwe stad. Ja, zombie, dat gaat niet, hè. Oh, even een beetje de boel opruimen, wat Sjoerd niet op kan pakken. Oh, en dan kan hij ook zich terug op pakken. even in mijn backpack jeeten. Thank you.
Dit is beter. Mooi dicht weer. Ja. Als we vlak maken en dan beginnen we aan een nieuw stuk. Ja, hopelijk met wel weer steen dan alleen dit spul. Zo, als je dat nog op kan pakken. En dan ga ik even naar boven. Even kijken wat we in deze kist hebben. Meuk. Dat is gewoon onze meukkist. Wat mijn hier ervan. Oh, die meukkist zit nu ook vol. Ik ga even boven. Ik ga even kisten regelen voor daar. Dan zetten we die gewoon helemaal vol ermee. Helemaal best. Zo. Even kijken, ik pak even een cobblestone. Dan ga ik even dat. Platform even dichten. Daar hoeven we natuurlijk niet meer zomaar in te vallen. En zo, hier. Dit worden de goede meukkisten. Laten we linker gewoon puur cobblestone en de rest deze rechter met dat andesite en zo. Een deep slate. Ah, dus de meukkist. Dat is zo sorteren. Helemaal best. Nou, hebben we de kobbel en de normale stone mag hier ook in wat jij hebt. Ik heb ook een beetje. Steen, steen, andere meuk. Deur, dat brengt wel naar boven en zo. Nou, ik ga gewoon verder gaan hier. Ja. Ah, nog iets verder. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lang. Ik vind dat wel best. Nice. Zo, even hier. Lekker steen hakken. Dit is in ieder geval nog gewoon een goede steen. Nou, cobblestone. Torch. 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Deze kant op graven. Dus vaak wil je leeg hebben. Ja. Ik wel even te bedenken, want ik heb nu natuurlijk, ja, ik heb nu een diamond pickaxe met een breaking 3, maar ook eentje met silk touch. Kan ik die niet gewoon combinen? Ja. Als je hem niet nodig hebt, tenminste. Silk touch pickaxe. Als je hem niet nodig hebt, is een groot woord, maar combine hem maar gewoon. Is wel slim. Is altijd beter, toch?
Ja, dan doe ik dat even. Dan gaat hij niet meer zo snel kapot. Hij rijdt hierin, dat mag hierin. Dit mag daarin. Dat mag allemaal daar. Zo, dankjewel, deur. En Bill, die had ik als het goed is beneden in mijn basement. Daar. Ook Dutch plus een breaking. Boom. Betere pickaxe. We hebben nog 18 levels over. Van 27 naar 18. Nou, dat is al 9 levels meer doen. Maar in ieder geval, nu is de hele pickaxe ook weer helemaal gerepareerd. En nu kan hij ook langer ermee bezig. Ja, daarom. Oh, je bent alweer zover. Lekker bezig. Oh joh. Aan het gat maken. Oh, en hoe beginnen we de trap? Die doen we hier nu. Oh. Ik vind alles best. We gaan gewoon aan het uiteinde. Gaat daar naar beneden gaan. Maar ja, normaal gesproken zou ik dit het liefste natuurlijk offline doen, deze mining sessies. Maar ja, we moeten wel de tijd voor hebben. Ja, precies. En mensen moeten ook zien hoe het achter de schermen gaat, toch? Daarom. Want we zeggen wel eens van, ja, wij gaan dit gewoon offline even fixen. Maar ja, nou zien ze het ook een keertje dat we het ook echt doen. Nou, het is niet al elke aflevering zo. Nee. Er zit meer tijd in dan dat mensen denken. Dat sowieso ook met het bouwen en alles. En, ja. Kost wel veel tijd. Hebben we ervoor over. Dat sowieso. Mijn pickaxe gaat al erg snel kapot, moet ik zeggen. Al heeft hij een breaking 3. Ja, door die efficiëntie 5 dan is hij ook gewoon heel snel. Ja, inderdaad. Dus gaat hij sneller kapot. Want het is best raar als je een F5 mode, laat maar zeggen, als je dan zo gaat hakken. Ja, precies. Hey, ik heb mijn backpack wel op mijn rug, zie ik nou. Oh, je hebt toch wel vast? Hij zit op mijn rug. Oh, leugenaar. Ja, die kon je aandoen. Ja, je had hem dus wel gewoon bij je. Oei. Maar nou moet ik ook kijken op wat... Daar zit heel veel in of zo. Keybinds, backpack. Die was zo in gebruik op een of andere manier. Ja, ik kan er weer in. Ik heb hem nou weer op mijn muis gezet. Mooi. Knopje op mijn muis. Kan ik er mooi in? Oh. Nou, Google al plek. Dat is wel heerlijk. Hey, ja. Maar ik zat natuurlijk ook even te denken. Want we doen deze serie al bijna een jaar, hè? Ja. En ja, sinds dat we begonnen zijn in januari. Ik zit dan nog wel soms wel even te bedenken van, eigenlijk moet ik aan het einde van het jaar gewoon een soort van montage met de belangrijkste dingen van het hele jaar, wat in deze hele serie is gebeurd. Gewoon ja, eigenlijk en zo. Gewoon dingen die gebouwd zijn en zo. Maar ja. Dan moet ik nagaan, als ik dan bijvoorbeeld weer terug ga naar de eerste aflevering of de tweede, of hoe dat eerste huis eruit zag. Eigenlijk met nu. Ja. Dat is echt een verschil. Dat is echt leuk. Gewoon als je bedenkt van hoe was die eerste aflevering. Wij liepen door de jungle en zo, we hadden helemaal niks. Nou hebben we vet groot gebouwen, kerken, huizen, ja. Villagers. En het is ook nog niet af. En ik denk ook van, ja. Van hier wil ik ook nog weer verder in 2024. Want ik vind het gewoon leuk om te doen. Dat is natuurlijk het fijnste. We moeten wel ervoor zorgen eigenlijk dat we... Dat de aflevering die rond december online komt, eind van het jaar, dat we daar een beetje vuurwerk in afsteken en zo, over het nieuwe jaar net. Dat sowieso, daar moeten we gewoon echt... Vuurwerk zien te maken, daar moeten we ook wel mee bezig gaan, want dat kost heel veel gunpowder en alles. Nou, heb ik een looting zwaard trouwens. Ja, ik heb een looting 3. Ja? Ja. En dat is dus al... Hey, ik heb mending op mijn zwaard, zie ik.
Oh, nice. En sharpness 4. Maar goed, dat is wat we moeten hebben, hè. En elke keer als nacht wordt, we moeten even op creeperjacht gaan. Voor die gunpowder. Inderdaad. Ik denk van, ja, dat is gewoon een leuk idee om dat voor een keer te doen. Want ik denk van, ja, we zijn nu al bijna een jaar bezig. Het is alweer een jaar geleden dat we ongeveer begonnen zijn met het opnemen, hè. Ja. In december zijn we begonnen. Het is nu al oktober. Tijd vliegt. Ja, de tijd vliegt echt. Maar ja, zolang we dit ook gewoon beide leuk vinden om te doen, dan dat ook helemaal goed. Dat is goed. En ik denk wel, er is nog zoveel te doen en we kunnen hier altijd nog wat extra mods bij in toevoegen. Het is niet alsof we... Ja, daar moeten we ook nog een beetje naar kijken, dat zou ook wel leuk zijn. Daarom maken we eigenlijk, want we hebben natuurlijk helemaal mods, maken we eigenlijk gewoon onze eigen modpack in principe, een of andere manier. Ja. Ja, wie weet. Ja, natuurlijk, deze aflevering, dat zal wel eind november zijn dat die online is. Oh, hallo. Maar ja. Dit zit al wel op eind november, dus we moeten echt een beetje met dat vuurwerk wel bezig gaan. Daarom. Dat is wel leuk, als we gewoon eventjes een showtje, al is het 5 minuten, dat we daar een video van kunnen maken, weet je wel. Ja, inderdaad. Ik denk van, dat moet toch nog iets moeilijk te doen zijn. Nee. Ja, ik bedoel, ik zeg, we hebben ook wel een aantal problemen met de server gehad. Nou ja, we moesten het even overzetten naar een andere server. Ja. En dat gaan jullie ook nog wel geheid zien dat de map dat niet helemaal meer correct is. Want er zijn gewoon wat van die stukken die hier niet helemaal meer recht kloppen. Nee. Dan moeten we ook nog even een keertje gewoon dat sowieso. Dat moeten we gewoon offline doen. Dan wil het gewoon even weer allemaal proberen recht te maken voor zover mogelijk. Laat maar zeggen, buiten deze muur, daar staat al een hele grote rechte muur van zo'n chunk die dan verkeerd is geladen of zo. Ja, klopt. Dus, even kijken. Ja, dat moeten we sowieso gaan aanpassen. Maar ja, dat is allemaal voor in de toekomst ooit. Maar ja, ik zeg ook maar zo, je hebt er natuurlijk ook behoorlijk druk met werk en alles. Ik heb het op dit moment een beetje druk, ja. Dus ja. Maar dat komt allemaal goed. Dat hoop ik wel. Tuurlijk. Volgens mij heb ik toen praktisch al mijn gunpowder gebruikt voor fireworks. Denk ik. Normale fireworks. Oh, daar heb je weer een torch. Ah, ik zeg ook best wel, ik vind het ook altijd wel gewoon fijn. Heel af en toe dan kijk ik die eerste aflevering gewoon weer terug om te zien van... Ja. Maar ja, we zijn hier natuurlijk wel in dit gebied spawn. En dat we daar nu eigenlijk ons eigen eiland fortress maken. En dan binnenkort dan misschien ook nog een kasteel. Ja. Ik weet niet wanneer dat gaat komen. Misschien nog in dit jaar of volgend jaar. Ik heb geen idee. Kasteelproject, dat is wel een groot project. Ja, precies. Maar we zijn er nu alvast mee bezig, hè. Met die zoals we verzamelen. Ik denk ook van, we hebben natuurlijk ook zo'n mod met dat hout heel snel gehakt wordt. Ja. Ja, dan moeten we gewoon even wat de tijd voor nemen. Maar ik denk ook van dat hoeft niet veel wat tijd te kosten met hout. Want uiteindelijk we hebben een mobspawner. En die mobspawner die werkt allemaal op botten. Ja. Of ja, daar komt allemaal botten vanaf. Mm. Dus ik denk dat ik daar misschien even een beetje bezig mee ga in een van de volgende afleveringen. Gewoon heel wat hout verzamelen voor torens die op het kasteel hebben komen, want ik zit al gewoon te denken aan een heel simpel kasteel met misschien 4 grote torens en alle 4 de kanten.
Ja. En dan gewoon een toonzaal in het midden, that's it. Ja, precies. Dan is het ook nogal te doen. Ja, het hoeft niet enigszins. Ja, misschien is het wel leuk om boven de troonzaal misschien nog een soort van bibliotheek te gaan bouwen of zo. Dat lijkt me dan ook wel persoonlijk iets wat misschien handig is. Dat daar ook een of andere village terecht kan als job of zo. Misschien. Ja. Kijk, anders even in mijn backpack stappen, mijn inventory zit vol. Maar dat zal ook betekenen dat als we die troonzaal gaan fixen, dat we dan ook natuurlijk rode carpets moeten fixen. Red carpets. Oh, ik heb genoeg rode wol. Dat weet ik al. Oh, dat komt dan helemaal goed. Eigenlijk wil ik het... Ja, misschien is dat ook wel een idee. Dat we dat gewoon in een soort van... bepaalde verdiepingen gaan bouwen. Dat we gewoon beginnen met de troonzaal en dan daarboven een bibliotheek. En dat dat gewoon alsnog wel een groot gebouw wordt, maar dat het daar gewoon per aflevering, laten we zeggen, gewoon weer een deel aan verder gaat. Ja, precies. Dat is misschien ook wel een leuk idee. Maar dat is nog allemaal voor open voor discussie natuurlijk. Natuurlijk geen concreet plan te zijn. In ieder geval, het moet wel hoger worden dan de muren. Zodat je echt wel ziet van, hey, daar is het kasteel. Ja, het moet gewoon wel heel hoog worden. Het hoeft niet heel geavanceerd in principe, maar het moet wel hoog zijn. Zoals die ene kasteel die ik toen had gebouwd een keer. Dat daar weer. Mark, die had toen een kasteel gebouwd, dat was echt... Dat was echt een synchro, maar daar zat ook tijd in, dat is niet normaal. Precies, en dat heb ik ook gewoon allemaal in survival gedaan. Maar ja, er zaten natuurlijk muren bij en de hele buitenring omheen. En dit is gewoon het kasteel zelf. En de buitenring die is al lang gemaakt. In principe. Alleen gewoon dat we een beetje die stijl proberen te fixen. Maar dat komt ook weer goed. Even of we er samen gewoon maar even bezig mee zijn. Dan komt er... Ik heb er ook niet zoveel zorgen over. Dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Dat ik bijvoorbeeld bezig ben met de troonzaal. En dat jij ondertussen bezig bent met de bibliotheek daarboven. Ja, precies. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat het dak van de troonzaal dan wel een beetje gebogen is. Ja. Hé, hey Mark, ik moet jou wat laten zien. Jij moet mij wat laten zien. Ja, eigenlijk moet je even naar boven komen. Ik moet kijkers wat laten zien aan jou. Nou, dan moet ik even alles in de kist hier. En dan kom ik jouw kant op. Backpack, waar is mijn backpack? Daar. Oh, je bent gewoon hier ofzo? Ja, ik sta naast te wachten. Dit toch daarin. Nee, dat is cobblestone, andesite, gravel, steen, stick, flint. Oh, moet je eens kijken hoeveel stacks en steen we alweer hebben, joh. Ja, gaat snel. Oké, dan mag je boven bij de man wachten. Oké, en de andere kant op kijken. Kijk eens naar de mine heel even. Oké. What the fuck ben je aan het doen? Niks. Niks. Klinkt ook wel onschuldig. Oké, kijk maar. Wow! Wow! Het is vuurwerk! Ja, dat was mooi, hè? Ja, ja, ja. Daar gaan we een XXL-show van maken binnenkort. Dat is wel een goeie. Ja, natuurlijk waar ik de kasteel wil gaan bouwen. Misschien heb ik dat al eens een keer verteld in de aflevering. Ik heb geen idee. Ja, ik heb geen idee. Hé, hey, maar ik weet het wel weer, volgens mij. Hallo, Iron Golem. Eigenlijk waar de spruisbomen staan. Daar wil ik het een beetje op... Dat de heuvel, laat me zeggen, wel om het pad heen gehoogd wordt.
Dat wel iets hoger staat, zodat we misschien ook nog helemaal de wijnkelder eronder kunnen gooien of zo. Misschien ook wel een goed plan. Ja, dat wordt echt wel vet. Ja, dat we daar ook makkelijk ruimte voor hebben. Hij heeft veel steen voor nodig, maar goed, het gaat ook best wel snel, hoor. Dat sowieso. Zullen we aan het minen zijn en dat moeten we ook gewoon een beetje offline doen. Inderdaad. Richt die baken, want het is een beetje donker hier. Ik ben nog zo steeds... Er zit weer een Iron Golem op het dak. Eet. Meen je niet? Ja. Hoe blijft hij daar spawnen? Ik heb geen idee. Eigenlijk omdat... Eigenlijk omdat Iron Golems daar spawnen, omdat het village is daar slapen of zo. Ze hebben een eigen wil. Waar is dat ding? Ook dak. Bij mijn huis weer. Ja, daarnaast. Ja, daarnaast. Oh, dat ding. Oh. Dat ding krijg je knockback van mijn zwaar. Ik ben bijna dood. En nu is hij dood. Dankjewel voor het bloemetje. Die zet ik hier neer als graf. Moet je eigenlijk op de grafsteen neerzetten van... ja. Eigenlijk wel, hè. Nou, dat is dan weer een villetje, dus die kunnen we er ook weer even uitlaten. Uh-oh. Red! Nog een villetje, per ongeluk. Er zat een Iron Golem nog niet zo ver vandaan. Echt, is hij boos? Nou ja, ik weet niet, maar ik hoorde hem wel slopen. Even kijken, ik ga gewoon even een klein rondje vliegen, want we hebben natuurlijk behoorlijk wat ruimte hier. Wee. Natuurlijk was er een kleine haven, waar de muur nog natuurlijk ook een keer afgewerkt moet worden. Ja. Ah, verderop zit natuurlijk ook ons kanaal, die is gebouwd. Zo en dan al. Ja. Met de haven. Dat moet ik nog allemaal een beetje perfectioneren, maar dat komt wel. Precies. Er zit natuurlijk duidelijk ook een poort. En het stuk land waar ik het over heb is daar, waar ik nu naartoe vlieg. Zit er gewoon niet helemaal accuraat bij. En ik moet er natuurlijk ook eens een keer voor zorgen, of wij moeten gewoon eens een keer voor zorgen dat we ook in de kippenfarm gaan fixen. Ja, dat hebben we nog steeds niet. Maar ik moet ook zeggen, we moeten ervoor zorgen dat het kasteel ook een beetje in de stijl van een kerk komt. Want een kerk die ziet er ook op zich wel uniek uit in deze situatie. We staan nu op de kerk. Ik heb heel wat kisten bij gebouwd. Mooi. Maar ja, daar komt dan ongeveer het kasteel te staan, denk ik. Maar dan moeten we misschien dan nog wel ietsjes gaan verleggen, eventueel. Maar dat komt wel goed. Niet zoveel werk. Nee. Ja. Dat sowieso niet. Netjes. We hebben echt bijna een grote kist vol aan steen gemined. Daarom. En natuurlijk bij cobblestone en alles. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel blij met de staat, hoe het erbij staat. Jongens, kijk hoe groot dat het is. Dit is allemaal in survival gemaakt, hè? Ja. Eigenlijk is het echt niet normaal. En die chunk daar, dat staat me echt niet aan. Nee, dat moet we fixen. Klopt. Ja, die spawn wil weer. Hij heeft boze ogen. Ja, omdat je hem beschiet. Nee, maar had hij al. Oh. Ja, hij had rode ogen. Daarom ging ik hem beschieten. Hier, dat is een graf. Twee bloemetjes. F. Hebben wij... Eigenlijk... Potato farm. Die ene chunk, hè? Wat we daar ook weer kunnen... Hij is onze potato farm. Potato... Oh, die zit gewoon hier, joh. Die hadden... Ik dacht dat we die hadden verplaatst. Nee? Nee, die zit nog gewoon hier. Ja, mis... Ja, ik weet ook niet precies zeker, maar misschien moeten we ook wel... om nou hier nog een muur extra een keer neer te bouwen, want dat heb ik wel eens een keer gezegd, om nog een keer een muur hier tussen te maken. Ik weet niet eens dat ik dat wil gaan doen. En dat ik het gewoon perfect vind.
Alleen dit stuk met dat netherite, met dat vuurtje, om daar wat shit te tellen, dat gebruik ik ook niet eens. Ik wel. Ik gooi daar best vaak shit in. Oh, echt totaal niet. Eigenlijk. Maar ja, ik denk dat het voor nu ook wel weer genoeg is met deze aflevering. We hebben in ieder geval behoorlijk wat stenen en wat cobblestone weten te minen. Ja. En de volgende aflevering, dan denk ik dat we daar misschien mee bezig gaan om de kasteel te fixen. Eventueel. Ja. En misschien nog een kerkhofje erbij, eventueel naast de kerk. Want dat is op zich ook wel handig om te hebben. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu de aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk gevonden. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik me ook een keer weer. Later. Later.